We zijn hier op de Nationale Klimaattop 2016. Een bijzondere dag, want na het historische akkoord van Parijs willen we al die afspraken die daar gemaakt zijn nu in de polder gaan uitvoeren. En daar is veel voor nodig. En dus zijn hier bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties bijeen. En die hebben een heleboel geweldige initiatieven genomen om de broeikasgasuitstoot drastisch terug te brengen. En dat levert wat op. Want we zullen vandaag bekendmaken dat al die initiatieven die we hier gehoord hebben, alleen al 9% van die uitstoot gaan terugdringen in de komende jaren. En dat staat gelijk aan 17,6 megaton. En dat staat weer gelijk aan 7 miljoen personenwagens. Waar ik blij mee ben, is dat het bedrijfsleven, grote bedrijven vandaag verenigd in een coalitie, eigenlijk zeggen: regering, zorg nu voor een klimaatbestendig beleid. Zorg ervoor dat we ook over 10 jaar en over 20 jaar weten waar we aan toe zijn. Maak het betrouwbaar, dat beleid. En dat is waar de Partij voor de Arbeid voor staat.